meningen over de uitspraak, meer HIV-infecties en groot feest voor 10 jaar. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het was het hele weekend in het nieuws. De veroordeling van Desi Boutersen voor de moorden gepleegd in december 1982. De krijgsraad veroordeelde Boutersen tot 20 jaar gevangenisstraf, maar zijn aanhangers hebben laten zien dat ze hem zullen blijven steunen. Wat denken jongeren van dit alles? Nou, ik ben wel blij dat het uiteindelijk men toch eigenlijk het een plek kan geven. Na zo lang, het is wel laat, maar goed, de mensen kunnen het een plek geven en het is wel verdiend, vind ik. Alle aandacht van de media en van heel veel burgers ging vrijdag uit naar wat er gebeurde in de rechtszaal aan de Monseigneur Wulfingstraat. De scholen in de omgeving waren in verband met de uitspraak gesloten. Er is geen bewijs dat hij het zelf heeft gedaan, maar hij heeft een plan gemaakt en ja, daarvoor krijg je ook een straf, dus ik vind het goed. Als je iets hebt gedaan, moet je wel straf ervoor krijgen. En hij was de leider, dus hij heeft opdracht gegeven, dus hij is ook verantwoordelijk ervoor, denk ik. Hij heeft iets gedaan en niemand weet precies wat er eigenlijk is gebeurd. Niemand was daar enzovoorts. Maar als hij de straf moet aannemen of zo, dan als hij het aanneemt, dan is het ook goed. Maar als hij het ook niet aanneemt, als degene die hem bemoedigen of de NDP'ers, degene die sterk samen met hem staan, hem willen vrijstellen, kan je zeggen, dan het is eigenlijk goed om hem vrij, gewoon los te laten. Want het is al 20 jaar ongeveer, kan je zeggen. 12 jaar of hoe dan ook, geleden gebeurd. En niemand weet wat er is gebeurd. President Boutersen was op het moment van de uitspraak weg voor een officieel staatsbezoek aan Ghana en China. Boutersen keerde zondagochtend vroeg terug in Suriname en honderden van zijn aanhangers waren naar de Johan Adolf Pengel luchthaven gegaan om hen te ontvangen, maar vooral ook om hem te laten zien dat ze aan zijn kant staan. Ze hoeven niet zo te reageren, want die man heeft een duidelijke strafbare feit begaan. Waarom zou je dat eigenlijk doen wanneer je zulke reacties van overal hoort? Ik weet niet, ik persoonlijk zou het niet, zo iemand dan niet meer aanhangen. Eerlijk gezegd, eigenlijk heeft het gewoon geen zin meer. Het zo lang heeft geduurd is ook boy. Vraag me ook af waarom zo lang. Ja, het is wel laat, maar liever te laat dan nooit. Omdat de advocaat van Boutersen in beroep is gegaan tegen de uitspraak, dat mag altijd volgens de wet, komt er zeker een nieuwe rechtszaak. En die kan ook weer jaren duren. Elk jaar op 1 december wordt er aandacht besteed aan personen die leven met HIV en AIDS, want het is Wereld AIDS-dag. Dat dit belangrijk is, blijkt uit de woorden van mevrouw Maureen Burke. Zij is de directeur van Stichting Double Positive. Deze stichting ondersteunt mensen die leven met HIV en AIDS. Op dit moment zien wij hier een stijging. En dat is vooral heeft te maken met de jongeren. Dus in de laatste maanden hebben zich ongeveer 30 jongeren bij ons gemeld. En die we dan ook door hebben verwezen naar Derma, Liefdevolle Handen, Stichting Lobby of Chances for Life om zich daar te laten testen. Omdat de RGD-polies aan de bel trekken, zien we ook die stijging. Het leek een tijd beter te gaan. Nu blijkt uit de aanmeldingen van Stichting Double Positive dat het aantal geïnfecteerden met het HIV-virus de afgelopen tijd is gestegen. Onder deze groep vallen ook veel jongeren. Waar komt deze stijging onder jongeren vandaan? Nou, omdat we best wel goede medicatie hebben. En dus iedereen denkt, oh, er zijn medicijnen nu, dus we kunnen doen en we kunnen het doen. Maar dat werkt dus niet zo. Om ze die informatie te gaan verschaffen en
echt heel veel. Dus als het ware dat je ze overstroomt met informatie en met beelden, met ziektebeelden. Hoe een SOA eruit kan zien. Heel veel kinderen hebben daar geen benul van. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar gedrag natuurlijk. Veilig, vrij, gebruik een condoom. Er is een plek in Paramaribo die er eigenlijk speciaal is voor jongeren. Daar vieren zij zaterdag feest, want ze zijn 10 jaar geworden. Wij van het 10 Minuten Jeugdjournaal waren ook uitgenodigd voor dit feest. En ik kan het je vertellen, het is erg gezellig geworden. Als je jezelf kent, kun je haast overal terecht. Dus ontdek je eigen kracht en doe bovenal je best. Yo, omarm je cultuur en word één met de natuur. Lever zo je bijdrage en baan dan je weg naar succes. Respecteer elkaar. Villa Sapacara is vandaag 10 jaar. Officieel was het 27 november. En wat deze dag zo speciaal maakt, is dat we het met heel Suriname vieren. Toen we 10 jaar terug begonnen met dit initiatief, dat op is gezet door Mirjam Marx en Daphne Bruyne, wisten we niet hoe het door de samenleving ontvangen zou worden. En nu na 10 jaar zijn we niet meer weg te denken uit de Surinaamse samenleving. En dat is voor ons super bijzonder. Dus als iedereen zijn eigen kracht kent, het gebruik der overdracht, ligt de kennis dan daar, als men jou eens erover... We zijn vandaag hier om dat veel als apakaya 10 jaar te worden. En er zijn zoveel activiteiten, er worden dingen verkocht. Ik ben gekomen met mijn neef, mijn neef, mijn neefje en mijn moeder om een beetje gezelligheid te hebben. Helden en meer, zo tellen we de Surinaamse kracht voor elk wat meer. Kom op. Het thema van vandaag is staat in het verlengde van de Saranang Krakti tentoonstelling die vanaf maart 2019 van start is gegaan. Die tentoonstelling heet Saranang Krakti en het gaat over de kracht in jezelf, de kracht van onze cultuur en de kracht van onze natuur. De mensen die vandaag hier hun producten verkopen zijn Surinamers die creatief omgaan met wat het land ons biedt, maar ook met hun eigen creatieve geest. En dat is wat we willen stimuleren, dat is wat we uitdragen met deze tentoonstelling. Meer waardering voor het eigene, weten wat je hebt, zodat je er ook op een positieve manier gebruik van kan maken. Hier hebben we gelukkig een plaats voor in het rij, maar dat zijn ze gestart met 10 minuten duur. En het is goed om bijbehorend te zijn. Nieuws op de juiste tijd door kinderen voorkeur. Hier hebben we suiker niet geplaatst, we zien niet meer de vloer. Het is de prijs van suiker bekend. Ik vond het leuk dat we konden leren van de mensen die dingen deden. En ik vond het leuk waar we in die kasten konden kijken en hoe die mevrouw vertelde wat we konden doen. Het liefst vond ik dat ik met mijn oma kon werken. Bedankt voor de komers, sminken, spelen en dat soort dingen. Planten en kruiden verhogen de lat van onze trots. Over onze eigen legendes, over onze helden en meer. Zo tillen we de Surinaamse kracht voor elk wat meer. Kom op. Samen staan we sterren. Vind ik iedere keer als een nieuwe sponsor het vertrouwen krijgt in Villa Sapacara, waardoor ze bij willen dragen. Onlangs hebben we gevierd dat we de 100.000ste bezoeker over de vloer hebben gekregen.
Een ander hoogtepunt is dat we het mogelijk hebben kunnen maken dat ook kinderen ver uit het binnenland tegenwoordig Villa Sapakara kunnen bezoeken. En dan heb ik het echt over die kinderen die drie uur of langer in de boot moeten zitten voordat ze op Atjoni zijn. Om dan ook nog met de bus naar ons toe te komen. En dat we om dit te realiseren de samenwerking hebben van Defensie, want de kinderen slapen in het kampement. Maar ook dat in een tijd dat het minder goed ging in het land, dat sponsoren toch de noodzaak inzagen van kunst en cultuur, educatie voor kinderen, waardoor Sranan Krakti vandaag een feit is. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.